morgen dan moeten we natuurlijk moeten 4 uur moeten eruit. Want dan moeten we gaan lopen. Althans, als je natuurlijk meedoet met de Vierdaagse. Anders ga je natuurlijk vanavond de stad in om feest te gaan vieren. En dat is wel leuk natuurlijk, want vanavond is de ziel op pad. En we hebben dus voor ons, in de studio hebben we dus een groot scherm. En daar zie ik de ziel ook op. En is het met allemaal mensen uit de stad. Die zitten allemaal op de camera al gek te doen. En Jill, die kan ik ook nu horen. En Jill hoort mij al als goed is ook. Jill, hallo. Jazeker, ja, je hebt het gezien, het feest hier is al heel erg losgebarsten. En over een paar uurtjes gaan de eerste lopers van start. Ik vraag me af of deze mensen gaan ook lopen. Hoeveel kilometer gaan jullie lopen? 40 kilometer en vanavond dan nog even een feestje bouwen. Ja, dat doen we uitzijden. Eén keer ja. En als jullie nou morgen een kleine kater hebben van de... Nooit. Ik neem aan dat het wijn is. Iedere dag. We lopen met Chiffing onder neus. Ja? Ik doe vandaag mee. Alleen vandaag? Ja, vandaag wel. Oh, nou, ik ben benieuwd. En gaat u dit dan elke avond doen of alleen vanavond even en dan morgen? Ja, we gaan 3 dagen feesten, dan 4 dagen lopen, maar dan hebben we onderweg ons feestje. Ja? Oké, dus vrijdag is het gewoon met 2 vingers in de neus, een wijntje in 1 hand. Het heeft een mooie naam. 2 vingers in de neus, wijntje in de hand, komt helemaal goed. Nou, ik ben heel benieuwd of ik u vrijdag tegenkom. En dan drinken we samen even een wijntje, hè? Is goed. Ben benieuwd. Nee, het gaat helemaal goed hier. De sfeer zit er goed in. En wij gaan vanavond nog eventjes de stad rondlopen. En kijken waar we verder uitkomen. Nou, dat klinkt allemaal goed. Jullie vallen af en toe wel een beetje weg. Maar dat komt vanzelf alweer goed. Goed om te horen dat het daar zo gezellig is. De Vierdaagse. Nou, daar zijn we inderdaad nog mee bezig. We zijn aan de start van de Vierdaagse. En we zijn volop bezig met de Vierdaagse feesten. En daarvoor is Jill in de stad. Jill, kom er maar in. Ja, hallo. We zijn inmiddels doorgelopen naar plein 1944. Want momenteel is hier nog een ABBA tribute band bezig. En zoals je achter mij kan zien is het best wel druk. En iedereen staat echt te genieten. Maar vanavond treedt hier om 11 uur Navarone op. En die mogen wij ook spreken. Dus om 9:45, ga even naar rn7.nl of luister via de radio of tv. Want dan hebben wij Navarone op de bank zitten. En dan kunnen ze een aantal leuke vragen stellen. Dus ik zie jullie dan. Even nog tussendoor, Gio. Want jij vertelde ook dat je zometeen ook nog een interview met Crisscross Amsterdam, hè? Ja, dat wordt alleen niet live uitgezonden. Dat komt op de website, want zij konden alleen pas na hun optreden. Dus daarvoor wil onze cameraman wat langer blijven. En dan hopen we daar een mooi itemje van te maken, wat jullie allemaal op YouTube en op de website terug kunnen vinden. En ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook wel een beetje zenuwachtig, want het is natuurlijk best wel een grote internationale artiest. En ik ben zelf best wel een grote fan van hun. Dus ik vind het super tof dat we daar even langs mogen komen. En ik heb er heel erg veel zin in. Ja. Nou, super tof. Ik spreek je zo meteen weer met onder andere een interview met Corrie Konings. Althans, dat heb je niet toegezegd, maar dat lijkt me hartstikke leuk. Een interview met Corrie Konings. Fix het even en dan spreek je zo meteen weer. Ja, of we het gaan regelen. Ja, joe. Ik sta hiernaast, jullie hebben er waarschijnlijk al wel herkend, de enige echte Corrie Konings. En ik ben super blij dat ik hier mag staan vandaag met jou. En je vertelde net, je hebt al een keer opgetreden op de Vierdaagse. Wat vond je daarvan? Ik heb een aantal keren opgetreden dan eigenlijk op plein 44. En dat was altijd hartstikke leuk en een happening. Dus voor de mensen is dit gewoon een heel groot feest. En het is natuurlijk ook straks spannend dat je het mag halen natuurlijk, hè, die Vierdaagse. Mm-hmm. Ja, want heeft u mezelf al een keer gelopen? Nee, ik heb mezelf nooit gelopen. Zou u het willen? Van de ene kant wel, maar ja, ik denk niet meer dat ik het nu moet doen. Nee. En vanavond staat u dan hier op het Faberplein. We staan momenteel in een cafeetje. Wat staat er op de planning voor vanavond? Welke liedjes gaat u doen? Nou, we hadden op de planning het gehaaide natuurlijk wat we überhaupt zingen. Maar ook de mensen die dat willen horen. Dus ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Huilen is voor jou te laat, mag je niet vergeten. En mooi was die tijd, leven laten leven. Addio. Ja, nog een paar oude nummers wat ik dan nog wil zingen. Mm-hmm. Dus, Okay. En heeft u voor de komende jaren nog wat leuks op de planning staan? Nou ja, in ieder geval dit jaar willen we nog een nieuwe single uitbrengen. Mm-hmm. Dus dat gaat wel, denk ik. Heeft u al een sneak peek van hoe die gaat heten? Hoe die heten ben ik vergeten. Oh, is dit een hint? Nee hoor. Jammer. Nee, ik wil het nog een keertje overdoen. Okay. En wat vindt u nou van Nijmegen? Ja, Nijmegen is altijd een happening, gezellig. En heel veel mensen. En niet alleen uit Nijmegen, maar gewoon uit heel Nederland. Maar ook uit het buitenland zijn hier heel veel mensen. Dus, en dat klikt allemaal met elkaar. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, gezellige boel hier. Het is een hele gezellige boel, ja. Ik hoorde dat u eigenlijk zo meteen op moet. Dus wij gaan hier snel weer weg. En ik ga zo meteen voor op het podium eventjes heel hard meezingen met uw liedjes. Want ik vind het nogmaals superleuk dat u er vanavond bent. En ik wens u heel veel plezier. Nou, hartstikke bedankt. Ja.
En wie weet tot de volgende keer, hè, wat dat betreft. Ik mag het hopen. Dank u wel voor de tijd. Graag gedaan. En we zien jullie straks. Van het een komt het andere, want Jill is onze verslaggever vanavond. En die loopt in de stad rond. En die staat nu bij Molenpoort. En die staat naast... Ik ben alweer de naam vergeten trouwens. Maar dat kan jij natuurlijk wel vertellen naast wie jij staat. Katja, toch? Katja. Naast Katja. Ik sta inderdaad, ik sta in de Molenstraat. Dus nog net niet in de Molenpoort. Oh. Naast Katja. Katja is net terug van vakantie en heeft meteen hier de auto geparkeerd. Om naar... Wie staat hier nou op te treden? In elk geval... Dat je niet liever een feestje gemist dan te dik in de kist. Ja, dik in de kist hit kwam net al. En toen zei u tegen mij, nou dit is voor mij echt het vierdaagse lied. Ja. Waarom vindt u dat? Omdat ik naar de intocht ben geweest, ieder jaar. En dan sta je iedereen aan te moedigen. En is er altijd wel een dweilorkest wat dit nummer speelt. Ja, heel leuk. En heeft u dan verder nog een soort volksliederen van de vierdaagse waarvan u zegt van nou als ik die niet heb gehoord... Nou, ik wil wel altijd naar de snollebollekes. En ik wil altijd... Dree Hazes vind ik ook heel mooi. En ik zit altijd te huilen. Als ik al die vierdaagse lopen zie, vind ik zo fantastisch. Wat doet u dan tijdens de intocht? Aanmoedigen. Dan sta ik alleen maar langs de kant. Zo ongeveer ter hoogte van een Radboud. Iedereen aan te moedigen. En op het kruispunt van de Heren van Sint Anna. Want er staat altijd zo'n hele leuke agenten. Die staat daar het verkeer te regelen. Ja. De agent waar mevrouw het net over had, die is in het vorige seizoen van de aanloop op RN7 ook nog even voorbij gekomen. Want daar hebben we een verkeersregelaar gehad. En ik denk dat wij zomaar even de Polonaise moeten gaan lopen hier. Nou, helemaal goed. Doet ze dan met me mee? Ik doe mee. Oké, dan moet ik natuurlijk even loskoppelen van de camera. Dus wij komen zo bij je terug. Nou, dat klinkt super gezellig daar. Als jij ondertussen de Polonaise gaat lopen, dan gaan wij dat ook doen, maar dan op de radio. Met onder andere Frans Duit, die ook vanavond in Nijmegen te vinden is. 9:10, dan speelt hij hier in het centrum van Nijmegen. En je hoort hem nu ook op de radio met Jij denkt dat maar dat je alles mag van mij. Ja. De Vierdaagse. Ja, daar zijn we de hele week mee bezig. Super gezellig. En Jill, die is in de stad en die is in de Molenstraat. Ik zei net Molenpoort, maar het is Molenstraat. En zij is bij een barvrouw. Als ja, zeker. Ik heb hier Lisa gestrekt van bar 2. En Lisa, wat deed je nou met dat fluitje? We staan daar weer op de bar te dansen. Sorry, mijn stem is een beetje slecht. We zitten op dag 3 en ik denk dat ik morgen geen stem meer heb. Maar... Ja, en de mensen die natuurlijk vaker RN7 kijken, die kennen jou misschien wel van de aanloop. Daar was je ook te zien. En toen ging het over het bier dat helemaal op het dak stond. Hoe doe je dat nu? Ja, en nu is het bier dus op het dak. Dus het komt hier uit die leidingen. Komt het echt helemaal van de andere kant van de straat. Liggen er allemaal leidingen daar, boven hiernaast. En daar komt het bier vandaan. Dat duurt dan een tijdje voordat het er is? Of hebben jullie wel gewoon de hele tijd bier? Een tijdje, ja, dat klopt, ja. Maar jullie zien het niet voor de mensen die radio kijken, maar het bier moet hier echt over honderden mensen heen die feest aan het vieren zijn. Wat is nou voor jou het hoogtepunt van een avond als barvrouw? De navel, nee. Tot hoe laat ben je klaar? Meestal zijn we rond een uurtje of 3 klaar. Zeg maar, het plein die sluit om 1 uur en daarna is het even schoonmaken en gaan we alles vegen en zo. En dan zijn we zo rond een uurtje of 3 klaar. En dan gaat het binnen, het is in binnenbar 2, gaat het dan nog door. Dus binnen kan ik straks om 3 uur met jou een biertje komen drinken. Nou, dan gaan we dat maar doen en dan zie ik je vanavond in Werksalon. Nou, hallo, ik heb hier inderdaad 3 van de leden van Never Roam voor me staan. En met wie sta ik hier en wat doen jullie? Met Roman, gitarist. Kees, ook gitarist. Robin Drum. Ja, en jullie staan vanavond op Plein 44. Nou neem ik aan, omdat jullie bekend zijn als een Nijmeegse band, dat jullie wel vaker hier in Nijmegen hebben opgetreden. Hoe is dat nou? We hebben echt heel vaak in Nijmegen gespeeld, ja. En dat is gewoon een thuiswedstrijd. Hè. Onze fietsen staan, we zijn gewoon op de fiets. Dus zeker thuiswedstrijd. En nou hebben jullie een van Bon Jovi gehad. Dat moet natuurlijk... helemaal geweldig zijn als je in zo'n grote plek in Nijmegen mag spelen. En dan vanavond weer Plein 44. Ja, helemaal waardeloos. Ja, alles na Bon Jovi valt tegen gewoon. Maar het is alsnog in Nijmegen geweest. En je zou zeg maar verwachten dat na The Voice, dat je denkt van jee, daar gaan we het land door, de wereld door. Wat staat er op de planning voor jullie? Ja, heel veel nog. Heel veel festivals nog. Zwarte Cross vrijdag, hoofdpodium. Dus dat is ook super vet. En najaar nog een hele tour, die is uitverkocht. En we houden ons wel bezig. Oh, klinkt lekker hoor. En vanavond, wat staat er zeg maar op jullie repertoire voor vanavond? Wat kunnen we verwachten? Een hoop eigen werk en misschien nog wel een verrassingje her en der voor de Voice-kijkers. Een queentje?
Daar ga ik natuurlijk niks over zeggen, dan moet je komen. Ja, ik hoop vooraan te komen staan bij jullie. Hoewel, we moeten eerst naar Criss Cross Amsterdam, want dat zien jullie vanavond ook. En hebben jullie er een beetje zin in nog? Tuurlijk! Ja, je staat zo bij met je handen in de zak. Ik dacht nou, hè? Kees heeft nog een dubbele agenda vanavond. Die krijgt misschien nog een klein ook. Oh. Dus die staat op knappen. Ja. De telefoon staat aan. staat op trillen. Dus ik kan elk moment gebeld worden. Dus zo spannend kan het zelfs zijn dat ik niet eens meedoe. Mm-hmm. Want wat gebeurt er als je er niet bent? Dan, daar hebben we voor gezorgd. Ja, dan komt de snollebolken, die komt dan hier gitaar spelen. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd en succes dan vanavond, echt speciaal voor jou. En jullie ook heel veel plezier nog met jullie optreden. Wij gaan zo weer door en ik hoop dat ik vanavond bij jullie erbij mag zijn om even te genieten, front row. En we zien jou straks. Nou, super, waar ga je zo meteen nog heen? Wij hopen zo meteen nog eventjes naar Matrix te gaan, omdat we daar vanavond nog Criss Cross gaan interviewen. Dat is overigens niet live te zien, dat kunnen jullie straks terugzien op de site en hopelijk op YouTube. Dus ik ben benieuwd wat de avond me brengt. Misschien sluif ik wel ergens aan bij iemand, bij een bankje of zo. We gaan het zien, ik heb geen plannen. Klinkt spannend. Nou, dankjewel voor je bijdrage voor nu. Jill, misschien spreek je straks nog. En anders bedankt. En nog even goed om te weten trouwens. Nefwoon die speelt dus vanavond. Dat hoor je. Je hoorde ze net ook op de radio. En zij spelen dus vanaf 11 uur.